Dennis van der Brink. Grote prijs gewonnen op vrijdag, extra rankingproof met Wennemars. Een oude bekende ook. Jij bent niet alleen een oude bekende, maar ook Wennemars hier op Zeehadewolde. Vertel eens, hoe ging je barrage? Het was best wel een barrage met lange lijnen. Ik begon op een triple. En dan kon je kiezen eigenlijk gelijk al of je 7, ja dat was ook wel doorgaloperen, naar een oxer. Of je ging gelijk voluit op 6 naar een oxer. En dan koos ik ervoor om 7 te doen, want na die oxer moest je rechtsom, een lange lijn. En dan een beetje schuin naar de nieuwe hindernis, de fiets. Die er dit jaar voor het eerst in staat. En dat is gewoon een plank die gewoon op omgedraaide lepels ligt. Dus die ligt niet zo vast. Dus ik koos ervoor om 7 te doen. Daarna een lange lijn naar de dubbel, oxerstijl. Rechtsom een lange lijn naar de stijl. En dan kort terugdraaien naar een andere stijl. En dan moest je, ja, kon je ook op 6 lang naar de laatste. Of op 7 iets normaler. En toen ging ik wel voor die 6. En toen ging, ja, alles past eigenlijk vanaf het begin. Al mijn afstanden zag ik een beetje in de vooruit. En hij sprong goed door en hij dacht mee en het lukt allemaal niet. En maakte je die planning nou tijdens de rit of had je dat helemaal van tevoren al uitgevogeld? Die eerste lijntje, dat 7 grossprongen, die had ik wel zo gedaan zoals ik het wou. En de laatste lijn waar je vooruit op 6 of normaal op 7, wou ik ook op 7. Maar ik landde en ik gaf been en hij reageerde zo snel en ik was al verder weg voordat ik het wist en toen ging hij zo op 6. Rijd je dan ook een beetje op intuïtie of denk je echt heel erg na? Tuurlijk, je rijdt altijd op gevoel. Er zit toch een paard om je en je weet nooit hoe je door de bocht komt naar de hindernis toe. Maar zo'n laatste lijn, dan heb je in de planning om 7 te doen en dan in het moment dan zie je dat die 6 galopsprongen ook kan. Ja. Dus dan schakel je daar natuurlijk op over. Ja, oké. Okay. En voordat je aan die barrage toe was, moest je de eerste ronde rijden. Dat was een enorm selectief parcours. Heel veel ruiters maakten springfouten. Hoe heb jij dat parcours ervaren? Was het buitengewoon zwaar of technisch? Ja, ik zat toevallig hier in de andere ring moest ik rijden, dus ik kon geen parcours lopen. Maar eigenlijk iedereen die deed wel een beetje hetzelfde. Het was gewoon technisch en ja, je moest gewoon zorgen dat je steeds weer, nadat je wat technisch had gehad, dat je je paard weer goed voor elkaar had om weer de volgende lijn in te rijden. En aan het eind van het parcours zag je veel dat de paarden het een beetje uit elkaar waren of zo. En er waren ook veel pechbalkjes. Julia Keijzer had ook op de laatste een balkje en nog wel een paar. Ja, het was wel een selectief parcours, want ik weet niet hoeveel de meededen, een stuk of 80. In de 88. En er waren 13 nullers of zo. 14. Niet eens geloof ik. Ja, 12, in die buurt. 12, 13. Ja. Dus ja, als je dat nagaat, dan is het natuurlijk best wel een selectief parcours geweest. Ja, ja, ja. Maar jij hebt het niet als heel moeilijk of zwaar ervaren. Ja, je bent foutloos rondgekomen natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. Ja, nou ja, soms loopt het en soms loopt het niet. En ik had wel één keer geluk gehad ook op een hindernis dat ik even een kleine miscommunicatie had. Maar iedere ruiter heeft dat wel een keertje in een parcours. En dan moet je net het geluk hebben dat de paard het voor je oplost. En dat deed Wennemars. Dat deed Wennemars. Vertel eens wat over Wennemars. Dat is toch wel een gouden paardje voor jou. Ja, we hebben hem gekocht toen hij M sprong. Toen sprong hij M. Nou, Stephanie heeft hem toen gereden voor een jaar lang. En toen ging Stephanie eigenlijk naar BC Madden en John Madden om te trainen in Amerika voor 2 maanden. En in die tijd reed mijn vader een thuis doorgeworden en toen ging ik er thuis een keer mee springen. En toen klikte dat eigenlijk gelijk goed. En toen reed ik mijn eerste concours in Nijkerk bij ons indoor en in het set. En toen kwam Stephanie precies terug. En toen Stephanie kwam terug en toen zat ik op Wennemars in de ring. En dat wist ze niet. Kregen jullie toen ruzie? Nee, we kregen geen ruzie. Want Stephanie ging ook werken. Bij Equi International was het super naar de zin heeft. En ik had eigenlijk, voor dit heb je wel 2 paarden nodig. Ja. Dus het ging eigenlijk zonder slag of zo, dus Wennemars naar jou toe overgegaan. We hebben het nooit echt over gehad. Kan wel zijn natuurlijk, vind ik het jammer. Binnenkort eisen weer op. Kan ik wel geloven, maar ja. Steven heeft Wapper en Berlin die ze vandaag reden. Ja. Ik heb de Indoctro en Wennemars. Oké, en wat is je favoriet van de 2? Ja, tot nu toe nog altijd Indoctro. Toch wel? Ja, Royal Dream. Ja. Oké, ja, die heeft je ook veel gebracht. Ja, die heeft me eigenlijk alles. Die heeft mijn eerste 2-ster, mijn eerste 3-ster. Eerste junioren, grote prijs, jongrijders. Medailles op TK met team. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dus dat paard heeft me eigenlijk tot al gebracht wat ik nu ben. Ja. Betekent dat je ook extra van ze houdt? Omdat ze zoveel succes gebracht hebben? Nou ja, je bent er wel extra gek mee. En dat is die liefde ook wederzijds? Ja, dat weet ik niet. Maar als ik eraan kom lopen, dan weet hij vast dat ik een suikerlontje in mijn zak heb. Dus dat zal hij wel heel lief zijn. Vinden ze dat belangrijk, denk je? Ja. Oké, ze doen veel voor je. Dus het zit wel goed, die combinatie. Ja, natuurlijk. Als je stal in loopt, zijn dat wel de 2 paarden waar je altijd even naartoe loopt. Ja,
Ja, mooi. Nou, nog 2 dagen te gaan. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, morgen dan rijd ik die afvalronde van E40. Met een ander paard. Een Balans is dat, een 10-jarige Fleming. Die heb ik nog pas 2 maanden, dus dan rijd ik gewoon rustig aan. Misschien probeer ik de medium tour wel voor de prijs te rijden, maar dat weet ik nog niet. Ik en finale zondag natuurlijk? Ja, de grote prijs. Dan ga je wel even gas geven. Ga ik het best voor doen. Ja, ja. Want je hebt vandaag een leuke geldprijs gewonnen, misschien zondag nog één. Wordt dat een vliegreisje naar Florida of zo straks? Ja, wie weet. Maar wat ik heb, ben ik blij mee. En alles wat er nu nog bij komt, is alleen maar mooi meegenomen. Jouw week kan alleen maar stuk. Nee, ik ben erg blij, erg tevreden. Mooi zo. Hartstikke goed. Dank u wel. Dank je wel.